snel die met het ode brengen aan het water. Want zonder water zouden wij nooit kunnen bestaan. En ze vinden het te veel naar de lucht kijken in plaats van naar het water. Daarom deze projectie op het water. En de scheikundigen onder ons die kunnen misschien wel de H2O-molecuul ontdekken die geprojecteerd wordt. En dat is dus het kunstwerk Anna Morvay. We gaan er zo even een truc uithalen bij het volgende kunstwerk. Het is Last but not least, genaamd Arco. En in plaats van